bitterbal of een kroket hebt, dan wil je toch wel een beetje vlees erin hebben. Het is vandaag World Vegan Day en wij gaan testen hoe vegan-minded Rotterdam eigenlijk is. Dit doen wij door hen de Vega bitterbal voor te schotelen. Ja, lekker. Komen die nou uit de airfryer of uit de olie? Ja, uit de olie. Oh, uit de olie. Ja, ik ben niet zeker, een beetje vleeskroketachtig met kruiden, maar ik ben niet zeker wat erin zit. Ja, vind je wel lekker, ja. En wat voor cijfer zou je ze geven? Ik zou zeggen 9,5. Goh, een 8 of 10. Ik heb een 7. Oké, okay. En als ik jou zou vertellen dat er geen vlees in zit, vind je het dan nog steeds even lekker? Ja, het zult me verbazen, maar het is toch lekker, ja. Nou, ik vind dat, heb ik niet geproefd. Ik denk gewoon een bitterbal met een beetje vlees en alles er doorheen. Het smaakt wat anders uiteraard, maar ik denk dat je toch wel aan die positie moet wennen dat er geen vlees in zit. Ik bedoel, het is niet verkeerd, maar als je gewend bent aan een bitterbal met vlees, dan ja, dan gaat toch wel daar je voorkeur uit. En eet u zelf wel eens vegetarisch of veganistisch? Nooit. Ja, want toevallig is mijn vriend veganistisch, dus ik ben gewend om bitterballs dat geen vlees in hebben te eten. Oké, okay. En ben jij bijvoorbeeld sneller bij de snackbar geneigd om een veganistisch of vegetarische hap nu te nemen? Als die aantrekkelijk uitziet, dan wel. Goh, dat weet ik niet, omdat ik toch wel geneigd ben iets meer naar vlees. Ja. Maar volgende keer bestelt u dus lekker de vegetarische? Eventueel, ja.